Navalny said, just before he went to Russia, he said, I was number one on Putin's kill list, you're number one now. Het leren begrijpen van elkaars pijn, dat brengt samen. Ja. Maar elkaars pijn moet wel de ruimte hebben om geuit te worden. Okay. Heeft u wel zo'n moment gedacht, ik zie die beweging niet of te langzaam gaan. Ik gooi het beltje bij neer, ik ben niet op de juiste plek hier. Meerdere malen. Echt waar? Ja, echt waar. En if you fail, it means that you just stand up and do it again. Yeah. That's really, really important. Sometimes also watching the failure is for people more inspiring than to watching you succeed. Yeah. En inmiddels zijn we dan wel op het punt dat we denken van, nou oké, als we dan een vrouwelijke denker hebben die kwaliteit heeft, dan voegen we die toe. Maar ondertussen wordt niet die mannen die in de kanon zitten, worden niet geëvalueerd. It's very hard to explain to people the meaning of freedom if they never lost freedom. En elke keer als er weer zo'n staatssecretaris voor de Kamer zit, ja, maar we werken heel hard. Ja, het is je werk. Doe gewoon je werk. Wil je een sticker? Wat wil je nou, hè? Ik denk dat al die Nederlanders zich compleet in de steek gelaten voelen doordat die vraag niet is gesteld. You know, you often hear farmers saying, well, you know, if people understood what we were doing, they'd be more sympathetic towards us. Bullshit! En dan begrijp ik niet dat je zo voorzichtig bent. Alsof je bang bent dat je met me naar bed moet. Oh nee, dat ben ik helemaal niet. Maar vind ik wel leuk dat je... Nee, maar zo zag het eruit.